U kunt gaan luisteren en kijken naar het programma Slechte Raad is Duur. Hier is uw presentator Frans Meulenpas. Gewoon voor alle mensen, dat is het motto van Dorpslijst Langeboom. De vier kernen probeert de kern te raken met hart voor de samenleving. Het verheugt me, beste kijker, beste kiezer, goedemorgen, dat we vandaag een hoog long 3-city gehalte in ons midden hebben. Want liefst drie van de vier acteurs, ik zal het mooie woord ook een keer gebruiken, komen uit ons mooie Langeboom. Bovendien hebben we, en dat is ook zeer welkom in al dat mannengeweld, twee dames aan tafel. Goed zo, meiden, zou ik zeggen. We gaan de zetten van vorige keek. Mogelijk hebt u de uitzending gezien. Op hetzelfde speelveld, onder dezelfde condities herhalen. En dat doen we uiteraard met andere stukken. En die andere stukken zijn Petra van Schaik, de moeder van Jilt, wiens politieke carrière gecatapulteerd is uit dorpslijst van de dorpslijst Langeboom. En dorpsgenoten Anne Derks van de vier kernenpartij uit Langeboom-Zuid. In het eerste half uur presenteren deze oppositiepartijen hun verkiezingsprogramma. En in het tweede gedeelte dan schuiven Jos van Kempen en Frans van der Heijden aan. En gaan debatteren over een eigen gekozen stelling. Ik ben Frans Meulenpas en ik bekend me graag tot het Langeboomse. En heb Frans, Anne en Jos vorig jaar al in een gesprek voor de radio mogen ontmoeten. Dus ik weet een klein beetje wat voor vlees ik in de kuip heb. Mijn taak is het om de tijd te bewaken en daar wat nodig af te fluiten en letten op fair play. Met discussie wil ik me wel graag bemoeien met het debat uiteraard niet. De structuur is redelijk eenvoudig. De dames en de heren straks hebben 13 minuten. De eerste 5 minuten in de discussie rond de verkiezingsprogramma mag er niet ingebroken worden. Dat is een pitch voor zichzelf. Dan volgt hopelijk een paar kritische vragen en een discussie. En de dames sluiten het weer af en de heren straks sluiten het weer af. 30 seconden om kort en puntig samen te vatten waarom we vooral Petra op dorpslijst Langeboom moeten stemmen. En Anne vooral op het VKP. Maar eerst stellen Anne en Petra zich om beurten aan u voor. En wie is Petra? Goed. Goedemorgen luisteraars en kijkers. Mijn naam is Petra van Schaik. Ik woon in Langeboom. Ik ben sinds 27 jaar getrouwd met Frans van Schaik. We hebben samen 3 kinderen. Een dochter Annemarijl van 25. Een zoon Noord van 21. En een zoon Jilt van 23. Die jullie wellicht kennen als VN jongerenvertegenwoordiger. Met veel stemmen van de inwoners van Langeboom en Mil is gekozen. Als vrijwilligerswerk ben ik actief scheidsrechter bij de voetbalvereniging SIS. Ik speel tennis bij tennisclub Langeboom en heb veel vrijwilligerswerk gedaan. Van beroep ben ik onderneemster in een computerbeveiliging. Peter, bedankt. Dat was een mond vol. Anne, aan jou het woord. Ja, ik ben Anne Derks, ook woonachtig in Langeboom, zoals het duidelijk was, samen met mijn man. Ik zit de financiële administratie van Agrifirm, veevoerfabrikant, voorheen bekend als CRV. In mijn vrije tijd zit ik in het bestuur van gemeenschapsaccommodatie De Wis in Langeboom. Daarbij reed ik nog een collecte voor kinderhulp als vrijwilliger. En dat waren eigenlijk wel de belangrijkste dingen, denk ik. Oké, ik kijk even naar de regie. De 13 minuten voor Petra gaan nu in. Oké, goed. Het verkiezingsprogramma van de dorpslijst Langeboom. De dorpslijst Langeboom is er gewoon voor de mensen in Langeboom. Maar uiteraard ook voor de mensen in Sint-Hubert, Wilbertoord en Mil. Onze inzet gaat verder dan de grenzen van Langeboom. Wij zijn voor een eerlijk en rechtvaardig beleid waarbij het belang van de inwoners van de gemeente Mil voorop staat. We hebben het verkiezingsprogramma in 14 doelen opgedeeld die we de komende 4 jaar willen bereiken. En deze kunnen we bereiken met de stem van u op de dorpslijst. Op het gebied van veiligheid, verkeer, politie en lastenverlichting komen de programma's van de VKP en de dorpslijst vrijwel overeen. Wij zijn ook tegen lastenverhoging voor de inwoners. Op het gebied van ouderenbeleid wil de dorpslijst zich inzetten voor een actief ouderenbeleid in de gemeente. Met de door de overheid opgelegde participatie is het van het hoogste belang dat ouderen in hun dorp kunnen blijven wonen. Daar woont hun familie, hun vrienden, hun kennissen, hun wortels en hun geschiedenis ligt er en hun sociale leven speelt zich daar af. Wij willen er voor ons voor inzetten dat de ouderen zo lang mogelijk daar kunnen blijven wonen. Dit kan met een goede ondersteuning van familie, vrienden, de SWOM en zorgcoöperaties. Een belangrijk punt hierbij is ook de woningbouw, ons tweede punt.
Deze moet zodanig ingericht worden dat ouderen thuis kunnen blijven wonen. Door aanpassingen aan woningen, bijgebouwen, in de dorpen en met name ook in het buitengebied, om het mogelijk te maken bijgebouwen te veranderen in woningen of woningen aan te passen zodat er zorg verleend kan worden. De bouw van betaalbare statuswoningen, zowel huur als koop, zorgt ervoor dat jongeren in de gemeente blijven wonen. Wij vinden ook dat er bij het centrumplan aandacht voor moet zijn voor woningen voor jongeren. Statusleningen zijn ook van essentieel belang om jongeren een kans te geven om een woning te kunnen kopen. Daarmee blijven de jongeren in de gemeente wonen en blijft de gemeente interessant voor iedereen. Het subsidiebeleid en verenigingen. Een goede en veilige samenleving voor alle mensen kan enkel bestaan door een actief en breed verenigingsleven. Met verenigingen en clubs op het gebied van sport, muziek, ontspanning, cultuur, maar ook carnaval en beweging, zorgt ervoor dat mensen veel kunnen doen. Veel vrijwilligers zetten zich in om actief deel te nemen in deze verenigingen. Jongeren en ouderen vinden er een gezonde invulling van hun vrije tijd. De inkomsten van verenigingen bestaan uit contributies. Maar om het betaalbaar te maken voor iedereen is het essentieel dat er ook een goed subsidiebeleid is voor alle verenigingen. Jeugdzorg, tweesprong en de wissel. De VKP en de Dorpslijst zijn erover eens dat deze organisaties belangrijk zijn voor de jeugd en hebben zich beide ook sterk gemaakt voor het behoud van de tweesprong in Langeboom. De beslissing voor woningbouw naast de tweesprong heeft naast gevolgen voor de tweesprong ook zeer grote gevolgen voor de voetbalvereniging en de tennisclub. Woningbouw kan hun activiteiten beperken. De Dorpslijst zal zich blijven inzetten voor de tweesprong, de wissel en andere jongerenactiviteiten. Op het gebied van werkgelegenheid wil de Dorpslijst zich actief gaan profileren. De gemeente Meel heeft zo een werkzame beroepsbevolking van ruim 5000 mensen. 2700 mensen gaan dagelijks vanuit Meel en Langeboom, Sint-Hubert en Wilbertoord naar werk voor buiten de gemeente. Ongeveer 1700 mensen komen in de gemeente Meel werken. Dit houdt in dat er een tekort is eigenlijk aan 1000 banen. De Dorpslijst vindt het belangrijk dat werkgelegenheid in de gemeente uitgebreid wordt. En dat er een goede samenwerking is tussen de gemeente en de lokale ondernemers. Werkgelegenheid zorgt ervoor dat de jongeren in de gemeente blijven wonen. Winkelvoorzieningen. De Dorpslijst vindt dat er in de gemeente goede winkelvoorzieningen moeten zijn en moeten blijven. Samen met de huidige winkeliers dient de gemeente regelmatig overleg te voeren om ervoor te zorgen dat er een gevarieerd winkelaanbod blijft. Snel internet. Snel internet, zowel in het dorp, maar met name in de buitengebieden, moet er voor alle mensen mogelijk zijn. Zo verhoog je de aantrekkelijkheid van het wonen in het platteland. Petra, jouw 5 minuten zijn ruimschoots overschreden. Het is een mond vol. Ik hoop dat de kijker het klein beetje heeft kunnen volgen. En de beurt is aan Anne om de eerste kritische vragen te stellen of het van mening oneens te zijn met Petra. Nou, ik heb het hebben gezamenlijk naar het programma voorbereid. Het in aan punten opgeschreven die nu ook net terugkwamen. Enerzijds, en dat is misschien nu net niet, kwam volgens mij wel naar voren, de lastenverlichting van de burgers. Yeah. Anderzijds wordt er behoorlijk wat geld uitgegeven, tenminste zoals ik het dan lees. Er staat bijvoorbeeld bij woningbouw, en werd straks ook al genoemd, er dienen aanpassingen te komen voor de woningen van ouderen. Wie gaat die aanpassingen betalen? Is dat de ouderen zelf of moet de gemeente dat gaan doen? Dat kunnen enerzijds de ouderen zelf zijn. Dat kunnen anderzijds kan het gemeente zijn. Dat hangt er vanaf welke aanpassing waar nodig is. Maar wij zien toch zoveel mogelijk wel dat mensen dat zelf doen. Een aanpassing in hun woningen. Het is niet altijd dat het heel veel ingewikkelde zaken zijn. Het kan gewoon ook zijn de mogelijkheid om woningen toegankelijker te maken. Maar dat wordt afhankelijk van een inkomensgrens of gewoon kijken wat de mensen zelf kunnen? Of welke richtingen wil je daarbij op? Ik denk dat het te kort is, de tijd te kort is om dat nu heel gedetailleerd weer te geven. Je moet het per individueel geval gewoon gaan bekijken en daar kun je geen algemene uitspraak over doen, denk ik. Prima. Dan wordt er gepraat over de winkelvoorzieningen. Ja. Wij wonen allebei of alle drie in een dorp waar heel weinig voorzieningen zijn. Die voorzieningen, daar heb je dan met name over Mil of heb je dan ook over de andere dorpen? En de vraag is ook, jullie hebben het over regelmatig overleg. Wat is regelmatig? 1 keer in de 4 jaar is ook een regelmaat. Nou kijk, de winkelvoorzieningen in de dorpen, zeg maar als je kijkt naar Wilbertoord, Sint-Hubert en Langeboom,
Dat zal natuurlijk altijd een heel moeilijk punt blijven, omdat bewoners toch graag naar grotere winkels gaan. Ik denk dat het in dit geval heel essentieel is de gemeente Mil, of het dorp Mil, zeg maar. Dat de winkelvoorziening in Mil goed blijft. Je ziet het ook met de komst van de HEMA. Het trekt toch mensen naar Mil toe die anders naar omliggende gemeenten zouden gaan. En ik denk dat Mil essentieel is en wat mogelijk is in de dorpen. Maar ik denk dat dat lastig zal worden. Maar is dat een taak van de gemeente of is dat juist een taak van de winkeliers om zoveel mogelijk grotere ketens naar Mil te trekken bijvoorbeeld? Ik denk een combinatie. De gemeente moet het mogelijk maken om ketens als ze willen komen, maar ook kleine winkeliers zich in Mil willen vestigen, het mogelijk te kunnen maken door zich niet te belemmeren met allerlei procedures. Ook bij het centrumplan wat natuurlijk nu komt, moet je kijken hoe kunnen we dat aantrekkelijk maken dat winkeliers zich in Mil willen vestigen, zodat mensen ook in Mil willen gaan winkelen. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Je kunt hele mooie winkels hebben, maar mensen moeten er wel gaan winkelen. Ja, dat is zeker. Even kijken, dan hadden we het over het subsidiebeleid. Ja. Dat gaat over, jullie hebben vermelden het aantal, minimum aantal jeugdleden. Dat eventueel aangepast moet worden. Ik weet niet wat die aanpassing moet zijn dan, wat het idee erachter is. Nou kijk, wat je hebt, subsidies aan verenigingen worden nu vaak gebaseerd op het aantal jeugdleden. Maar je hebt ook verenigingen die zich eigenlijk niet op jeugd richten, maar op ouderen. En die vallen dan eigenlijk buiten de subsidieregeling. Dus wij vinden dat een subsidieregeling eerlijk verdeeld moet worden over de vereniging en niet alleen gebaseerd op een bepaald minimum aantal jeugdleden. Sommige verenigingen in een dorp hebben weinig jeugdleden en zouden dan minder subsidie krijgen dan een wat groter dorp, terwijl de kosten voor zo'n vereniging toch eigenlijk vrijwel gelijk zijn. Dus we vinden dat je daar gewoon voor een eerlijk subsidiebeleid moet kiezen. Oké, dus je wilt wel het subsidiebeleid zoals het nu is handhaven, maar eventueel uitbreiden. Dat wil niet zeggen dat er meer geld naartoe moet gaan. Nou, ik wil niet zeggen dat er meer geld naartoe moet gaan, maar je moet kijken hoe kun je het goed verdelen over alle verenigingen binnen de gemeente. Maar dat wil dan ook zeggen, misschien als je dezelfde pot wilt verdelen, dat dus per jeugdlid er minder verdeeld kan worden. Dat dus meer naar de ouderen gaat, die het misschien makkelijker kunnen betalen. Ik zeg maar iets, hè. Maar je wilt dan misschien met de jeugdleden weghalen. Als je de pot niet groot wil maken, ga je het anders verdelen, dus ga je ook ergens de pijn neerleggen. Ergens wat komt de pijn en ergens komt meer geld, ergens komt minder geld. Maar je moet het gewoon samen met de vereniging een goede manier opstellen. En je kunt er nu niet heel kort zeggen, nou zo linksom of rechtsom. Je moet gewoon kijken waar gaan subsidies naartoe, hoeveel leden zijn er, hoeveel gebruikers zijn en wat is het ook het belang van de vereniging voor de gemeente. Ja, en die belang, ja, dat is wat lastig peilen natuurlijk. Tuurlijk, maar niet. Ja, nou ja. Even kijken. Nou, gewoon om te zeggen, bijvoorbeeld een vereniging met maar 20 leden. Die heeft minder subsidie nodig dan een gemeente of een vereniging met heel veel leden. Je kunt het aan de andere kant misschien ook weer zelf oplossen. Maar je moet gewoon kijken, hoe kun je dat goed verdelen? Ja, het ligt eraan wat voor club dat je hebt. Als je bijvoorbeeld, noem maar eens een voetbalclub hebt, die heel veel inkomsten hebben door de drankverkoop. Die hebben evengoed ook veel jeugdleden en krijgen dus veel subsidie. Ja. Dus dat zijn ook dingen die je dan mee moet wegen of juist niet mee moet wegen. Precies, ik ben het helemaal met je eens. Je moet gewoon alle punten meewegen die er zijn op dat gebied. Ja. Ik had nog een vraag en het is volgens mij niet genoemd zoals ik genoteerd heb. Volgens mij is het ook altijd wel een punt voor jullie het verkeer, de drempels die er te veel zijn. Ja. Volgens mij was het net niet genoemd. Nee, klopt. Of misschien was het net niet aan toegekomen. Er staat bij, de Dorpsleiders pleit voor een onderzoek van een onafhankelijk bureau op het gebied van verkeersveiligheid. Ja. Nou, wij zien als raadsleden heel veel onafhankelijke bureaus. Nou ja. Ik mag misschien wel zeggen, te veel, want het kost bakken met geld, om maar even simpel te zeggen. Ja. 1 minuut, Anne, en dan krijgt Peter zo meteen nog 30 seconden. Hoe willen jullie het op gaan pakken? Want het onafhankelijk bureau, willen jullie het gewoon ingeschakelen? Waar gaat het geld vandaan komen? Gaat het iets opleveren? Nou, wat het op gaat leveren is in ieder geval wat wij gezien hebben, dat er in heel de gemeente, in buitengebieden waar weinig auto's komen, drempels aangelegd zijn. Omdat dat op een of andere manier besloten is. Nou, we vinden dat het onafhankelijke bureau moet kijken, waar zijn nou gevaarlijke verkeerssituaties. Waar zijn verkeers- of snelheidsremmende maatregelen nodig? Daar juist waar het nodig is. Maar wie gaat het bekostigen, het onafhankelijk bureau, nou, en dan vervolgens de drempels weer weghalen? Nou, ik zeg niet weghalen, hè? Ik zeg niet extra aanleggen. Peter, jouw 30 seconden gaan nu in. Oké. Met excuses, Anne. Goed. Dorpslijst Langeboom, gewoon voor alle mensen. Wij zetten ons in voor de inwoners van Langeboom en de inwoners van de gemeente Mil. Door een goede, fijne, leefbare omgeving te houden, waar iedereen prettig woont. En stem woensdag lijst 4, Dorpsles Langeboom, gewoon voor alle mensen. Petra, bedankt. Graag gedaan, Frans. Het kwam heel makkelijk aan vlot uit, moet ik zeggen. Anne,
jouw 13 minuten gaan nu in. En de eerste 5 minuten mag Petra geen dringende vragen stellen. Nee. En de laatste 30 seconden zijn ook weer voor jou. Prima. Ik wil even ons verkiezingsprogramma toelichten. In eerste instantie hoe we het hebben ingedeeld. We hebben ons verkiezingsprogramma in 3 delen gezet. Het ene is waar staan wij voor als VKP? Wat hebben we bereikt de afgelopen 4 jaar? Want ondanks het feit dat we in de oppositie terechtgekomen zijn, hebben we toch nog het een en ander kunnen bereiken. En het volgende punt is onze speerpunten, wat denk ik heel belangrijk is. Wilt u het verkiezingsprogramma terugkijken, het volledige programma, want ik pik er maar een paar dingen uit. Dan kunt u kijken op www.vierkernenpartij.nl of u kunt onze raadsleden een papieren versie opvragen. Waar staan wij voor? De VKP is een onafhankelijke partij. Wij zijn niet gebonden aan een landelijke partij, religie of het slechts één dorp. De VKP is de enige partij met 4 raadsleden in de verschillende kernen. We hebben zowel 2 mannelijke als 2 vrouwelijke raadsleden. Dat geeft ook aan voor ons dat gelijkwaardigheid is voor ons vanzelfsprekend. De VKP is kritisch, alert en denkt mee. De VKP steekt heel veel tijd in het voorbereiden van de raadsvoorstellen, zodat wij goed beslagen ten ijs komen in commissie en in de raadsvergaderingen. En als we het niet eens zijn met een voorstel, zullen we altijd met een alternatief komen. Bij de VKP geldt afspraak is afspraak. Geloofwaardigheid en betrouwbaarheid zijn voor de VKP erg belangrijk. Als wij als partij iets toezeggen of beloven, komen wij dit na. Mocht u ons een vraag stellen, zorgen wij altijd voor een terugkoppeling. De VKP staat dicht bij de mensen. De VKP heeft als motto met mensen te beslissen in plaats van over mensen. Onze fractieleden zijn alle actief in het lokale verenigingsleven. En ook houden wij voor de raadsvergadering een achterbanvergadering waar iedereen welkom is om mee te luisteren en mee te praten vooral. En al deze informatie nemen wij op voordat wij de raadsvergadering ingaan. Dan het punt, wat hebben we bereikt? Ondanks de bestuurscrisis die de afgelopen raadsperiode heeft plaatsgevonden, heeft de VKP altijd op basis van inhoud politiek bedreven. Zowel in de coalitie als in de oppositie hebben we altijd kritisch naar de raadsvoorstellen gekeken. Het belang van onze inwoners moet immers altijd voorop staan. De VKP heeft er voor Sint Hubert op aangedrongen dat er maatregelen getroffen zouden worden voor de verkeersveiligheid als het gaat over de N264. Hierdoor is onder andere een veilige oversteek gekomen voor schoolgaande jeugd. En de VKP heeft intensief samengewerkt voor de realisatie van het fietspad in Wilbertoort aan de wethouder Linderstraat. Ook hebben we ervoor gezorgd dat op ons aandringen er woningen gebouwd zijn op particulier initiatief. Dan hebben we ook nog voor gezorgd dat de laatste jaar het inschrijfgeld voor de wachtlijsten voor de bouwkavels is teruggegeven aan de mensen. Dan praat je toch over 136 euro wat er per kern betaald werd in het verleden. Dat is teruggegaan naar onze inwoners. We hebben er ook voor gezorgd dat het aanbestedingsbeleid van de gemeente aan de Europese richtlijnen is aangepast. Zodat er meer mogelijkheden zijn voor onze eigen lokale ondernemers. De VKP heeft de raad verzocht om de afvalstoffenheffing te verlagen. Op dit moment was er een financiële mogelijkheid daartoe en de raad heeft daar gelukkig mee ingestemd, waardoor er een lastenverlaging voor onze burgers is gekomen. En op initiatief van de VKP heeft de raad bij vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied het boren naar gas als strijdig opgenomen. Situaties zoals nu in Groningen voorkomen, kunnen hier dus niet voorkomen. De VKP heeft altijd achter de bouw van het kindcentrum aan de Langeboomse weg gestaan en heeft er mede voor gezorgd dat het gerealiseerd is met een fikse bezuiniging. En meerdere malen hebben wij erop aangedrongen dat de toegankelijkheid van de gemeenschapsaccommodaties beter zou worden, zodat het ook voor minder valide mensen beter toegankelijk zou zijn. Dit wordt nu eindelijk gerealiseerd. Dan komt het laatste punt van ons programma uit, zijn de speerpunten. Dus hetgeen waar we de komende 4 jaar voor willen gaan. Wij pleiten voor minder regelgeving. Dit vraagt wel voor eigen verantwoordelijkheid van de burgers, verenigingen en bedrijven. De VKP vindt het belangrijk dat de gemeenteraden betrokken worden bij de 3 grote transities die op ons afkomen. Voor de jeugdzorg, de AWBZ, dat is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, en de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De VKP is een voorstander van samenwerkingsverbanden, zoals een dorpsraad en een zorgcoöperatie, die de betrokkenheid en de leefbaarheid van de kernen garanderen. En de VKP vindt dat het geen automatisme mag zijn dat de OZB elk jaar verhoogd wordt. Dienen eerst eens goed te kijken of er op andere terreinen geld gevonden kan worden, om het zo maar te zeggen.
We vinden het belangrijk dat de jeugd de ruimte krijgt om te spelen en te verblijven. Wat de VKP betreft blijft de Tweesprongen Langeboom een volwaardig jeugdhonk met voldoende ruimte voor het uitoefenen van zijn activiteiten. Nou, je hebt het prachtig. Gewoon een zucht, dus. Alle hartstikke prachtig binnen die 5 minuten gepast. En inderdaad een aantal hele wezenlijke en essentiële punten aangeraakt. Ja, maar net ik niet heb... alles, maar dat komt misschien nu ik krijg nog 7 minuten. Ik heb Petra driftig zien schrijven. Petra, ongetwijfeld heb jij een aantal pregnante vragen voor. Ja, ik heb eigenlijk een vraag. Ik heb jullie verkiezingsprogramma uiteraard goed doorgelezen. En ik heb mij is opgevallen dat jullie niets noemen over werkgelegenheid. Hoe staat de VKP daar tegenover? Nou, we hebben volgens mij genoemd qua werkgelegenheid dat we dus gezorgd hebben dat er gekeken wordt naar Europese regelgeving. Waardoor er dus meer een gunfactor kan gegeven worden aan de particuliere of aan de lokale bedrijven. En dat zorgt voor meer werkgelegenheid in onze dorpen. Ja, maar dat is enkel aanbesteding van de gemeente. Ja, maar ik bedoel in het algemeen, hoe staan jullie ten opzichte van werkgelegenheid binnen de gemeente Wil? Hoe willen jullie zorgen dat er meer werkgelegenheid komt in de gemeente Wil? Nou, natuurlijk zijn we het er ook mee eens dat er hier een goed dorp moet zijn, zoals Mil bijvoorbeeld een bloeiend centrum heeft. Dat zorgt ook voor een stukje werkgelegenheid. Kijk, in zover als wij het kunnen beïnvloeden, zullen we dat zeker doen. Maar hetgeen wat we kunnen beïnvloeden is een stukje wat vanuit de gemeente gebeurt. En dat stuk hebben we gewoon voor gezorgd aan de voorkant dat het beïnvloed kan worden. Oké, goed, dankjewel. Had ik nog een vraag. In jullie programma praten jullie over levensbestendige woningen. Ja. Wat verstaan jullie daar eigenlijk onder? Ja, levensloopbestendige woningen zijn woningen die dus waar ouderen dus kunnen blijven wonen, ook al worden ze wat hulpbehoevender. Ja. Dus dan kunnen ze op, als ze het gevoel hebben zelf dat ze in dat soort woningen willen gaan wonen, moeten die er ook gewoon zijn, waardoor dus de slaapkamer bijvoorbeeld beneden is. Noem maar op, de douchevoorzieningen beneden zijn. Waar ze dus echt kunnen blijven wonen tot ze 80, 90 zijn. En daar gewoon vooruit kunnen. Dat zijn levensloopbestendige woningen. Oké, en hoe bekostigen jullie die? Hoe komen die tot stand, die levensloopbestendige woningen? Ja, dat kun je als gemeente in principe vragen op het moment dat er een projectontwikkelaar komt. Dat je ook die woningen meegenomen wil hebben. Dus daar kun je wel in sturen, in die zin. Ja, en dan wil je al die bewoners, dan willen jullie één project maken waar al die bewoners dan bij elkaar wonen? Nee, dat moet gewoon een onderdeel zijn van een gewone woonwijk, waarbij je een stukje gaat uitbreiden en zegt van, nou, we hebben zoveel vrijstaande woningen, zoveel rijwoningen, noem maar iets, en zoveel levensloopbestendige woningen. Dus daar kun je als gemeente in sturen. Ja, ja, en dat moet je ook zeker doen. Projectontwikkelaars daar ook de interesse voor hebben om dat te gaan ontwikkelen? Ja, dat kun je samen met projectontwikkelaars bespreken. Dat is in het verleden ook gebeurd. Dat zie je nu ook bij het spoor bijvoorbeeld. Oké. Okay. Ja. Goed, dan nog een vraag. Wat ik mis in jullie programma is eigenlijk, de gemeente Mil is een grote agrarische gemeente met een enorm groot buitengebied. Ja. Ik zie eigenlijk niets in jullie programma hoe jullie dat willen revitaliseren of willen zorgen dat dat aantrekkelijk blijft om te wonen. Nou, volgens mij hebben we wel een stukje opgenomen over de geurhinder en dergelijke. Zoals het nu geregeld is, wordt volgens mij nog een tijdje doorgezet op deze manier. En dan moeten we gewoon altijd wel gewoon naar kijken. Op het moment dat het weer naar komt, jij hebt bijvoorbeeld een buitengebied, bestemming van een buitengebied pas vastgesteld. Daar wordt dit soort dingen meegenomen. Nou ja, met puur geur, maar hoe zie je het? Zeg maar, er staan veel vervallen bedrijfsgebouwen bij woningen in het buitengebied. Ja. Wat is jullie mening daarover? Hoe ga je dat aanpakken dat het buitengebied er weer aantrekkelijker uitziet? Nou, we nemen het ook in jullie programma op en dat is misschien mijn wedervraag weer. Jullie geven aan, we gaan het opruimen. Nou, dan is de vraag, wie gaat dat bekostigen? Dat is onze vraag. Want wij en jullie willen dan de vergunningen houden zoals ze nu zijn. En wij willen juist, dat hebben we het verleden ook op aangestuurd, we willen die lege vergunningen gewoon geschrapt worden. Ja, nou. Dan krijg je niet een toekomst, nu een bedrijf weg is, die vergunning wordt geschrapt. Dan is het ook, dan blijft het ook zo. Dan hou je het ook in stand zoals het nu is. Ja. En ik mis eigenlijk in jullie verkiezingsprogramma dat je zegt van ja, we willen het opgeruimd hebben, maar wie gaat het bekostigen? Oké, daar kan ik wel een antwoord op geven. In dat opruimen, dan zien wij de bewoners zelf, de eigenaren van de grond zelf, die eigenlijk nu vervallen schuren en bijgebouwen laten staan, omdat ze het recht van bouwen willen behouden. Wat wij vinden is, als je ze opruimt, de eigenaar zelf ziet het er mooi uit, maar ze blijven dan het recht behouden om in de toekomst toch dat weer als bedrijf of wat dan ook te gaan gebruiken. Want nu is het vaak het feit dat het recht vervalt bij het afbreken, dat mensen het niet gaan afbreken. Dus wij willen juist dat dilemma oplossen door op die manier daartegen aan te gaan kijken. Nou, in het verleden zijn lege vergunningen ook geschrapt, of er nu wel of geen bouwval nog stond. Dus in die zin weet ik niet of dit de juiste weg is, maar ja. Goed, nou, hij vindt het een belangrijk punt, dus we willen ons voor inzetten. Prima. Goed, heb ik nog meer tijd om vragen te stellen? Zo.
Dat, nog 3 minuten. Ja, zeg ik dat juist, Thijs? Ja. Ik zie in het stuk toerisme. Hoe kijken jullie aan tegen toerisme in de gemeente Mil? Nou, het toerisme is een gegeven. Wij vinden dat je daarin op moet trekken als gemeente Land van Kuik. Je moet ook elkaar ook iets gunnen. Dus in die zin moet je kijken dat je ook inderdaad elkaar versterkt in plaats van elkaar tegenwerkt daarin. Het wordt door sommigen gezegd alsof dat het nieuwe, de nieuwe economie is van dit gebied. Nou, ik denk niet dat wij er zo in staan. Het aantal overnachtingen stijgt niet, het loopt eerder terug. Dus in die zin of het dan echt een groeiende economie is hier. We moeten het gewoon zoals het is. Dan moeten we stimuleren zoals het is. Maar we vinden bijvoorbeeld ook dat je op een gegeven moment... Je moet op een gegeven moment stoppen met gebieden aanleggen. Wat we nu in het verleden heel veel gedaan hebben. We hebben heel veel gebieden aangelegd. Er is heel veel geld de grond ingegaan, om het zo maar te zeggen. En je moet het houden zoals het is. We hebben een hele mooie gemeente. Die moeten we zo houden. Maar we moeten het niet uitbreiden ten koste van de sociale kant. En dat is in het verleden gebeurd. We gaan wel bezuinigen op mensen, op subsidies, noem maar iets. Maar aan de andere kant gaan we zeggen van... nou. We geven het wel uit om daar nog een stukje aan te leggen voor de natuur. Het is hartstikke mooi, we moeten het wel kunnen onderhouden, we moeten het houden zoals het is. En de toerist moet je gewoon aantrekken door als Land van Kuik op te trekken in deze. Hmm. Oké, goed. Dankjewel. Ik heb eigenlijk geen vragen meer, Frans. Oké. We zijn bijna aan de tijd. Ik had een heel lijstje vragen. Ik wil er in ieder geval 1 genoemd hebben. Ik vind het heel goed, Anne, dat in jullie beleidsnota en jullie verkiezingsprogramma 2 dingen redelijk expliciet en redelijk scherp naar voren komen. En dat zijn een missie en een visie. Dan zal de kijker thuis zeggen, nou, wat is nou die missie en wat is die visie dan? Maar het geeft aan wat jullie bestaansrecht is om dingen te doen zoals je ze doet. Hè? Waar staan we voor en waar gaan we voor? Ja. En dat mis ik, en dan kijk ik even naar Petra, ten ene male heel scherp. Bij de dorpslijst Langeboom. Daar staan een aantal punten. Die komen voor mijn gevoel dan uit het luchtleden. Die zijn niet gebaseerd op waar doen wij dat nou? Waarom doen wij dat nou? Dingen zoals we ze doen. En dat vind ik heel scherp terug in de beleidsnotitie van de 4 kernpartijen. Ja, nou bij ons is het gewoon het gebaseerd dus op gewoon voor alle mensen. Wij zijn voor alle mensen van de gemeente Mil en dorp Langeboom. En daarop zijn eigenlijk al onze punten gebaseerd. Ja, daar een hele zware afplatting, een versimpeling van wat het mensbeeld of wat jullie missie-visie zou kunnen zijn. Gewoon voor alle mensen. Dat vind ik wat te eenvoudig, Petra. Te eenvoudig. Dat vind ik te eenvoudig. Maar weet je, heel veel moeilijke problemen, heel veel ingewikkelde problemen, zijn gewoon terug te voeren op de eenvoud, op de mens die in de gemeente woont, want die moet het maken. En dat is de basis van alles en daar willen wij voor zijn. En de samenleving maak je met de mensen. Niet voor de mensen, maar met de mensen. Okay. Dat is de basis van onze simpele, maar toch eenvoudig en wat wij zelf vinden zeer krachtige spreuk. Oké, we moeten het afsluiten en ik wil de dames en heren bedanken. De dames, excuses. Maar ik mag nog even toelichten waarom mensen aankomen en moeten zeggen dat we VVP moeten stemmen, toch? Ja, het spijt me. Ga je gang, sorry. Ja. Nou ja, wij zijn een partij die echt in alle 4 de kernen zit. Wat wij als enige partij mogen en kunnen zeggen. Wij komen heel regelmatig met elkaar. We zijn goed voorbereid. En we gaan echt met het gevoel in het gewone leven van de dorpen. Komen we bij elkaar en bespreken we dat. En daarom hebben wij hart voor de samenleving. Dus stemlijst 3, stem VKP aankomt woensdag. Oké, dames bedankt. Goed zo, zei ik straks. En het is inderdaad goed zo, meiden. Pauze. Vorige week hadden we de Rouwdouwers van Normaal, nu een cabaretier, kunstschilder, gewezen topvolleyballer, een cynische Bram Vermeulen die over hetzelfde thema zingt, politiek. Als ik niet praat, heb ik het niet.
debat. Aangeschoven zijn Frans van der Heijden van de dorpslijst Langeboom en Jos van Kempen van de vier kernenpartijen. De heren zijn vanuit hun oppositierol het rebelleren wel een beetje gewend. Hun stellingen zijn zelf geformuleerd en daarom wat gewaagder. Ze zitten vol dynamiek. Ik hoop niet vol dynamiet. En ik hoop dat Frans en George vanuit hun eigen kracht uitgaan en zich niet enkel gaan kanten tegen hun vroegere coalitieleden en u kunnen overtuigen van het gelijk van hun stelling. Want daar gaat het over. Een debat is bedoeld om u te overtuigen van het gelijk van de debatteur. Wederom 13 minuten, een pitch van 3 minuten en ik lees even de stelling van dorpslijst Langeboom voor. En Frans, je zit nog even met de telefoon. Kan die weg, Frans? Ja, ik heb hem even uitgezet. Akkoord. Het is erg lastig als die overgaat. Ja, ja, had je al moeten doen. Ja, helaas, sorry. Wethouders, zegt Frans, dat is zijn stelling zelf geformuleerd, dienen van buitenaf aangetrokken te worden op basis van competenties. De stelling van de vier kernenpartijen van George Sluit, landelijke partijen, hebben niets te zoeken in de gemeentepolitiek. Voordat we daarover gaan debatteren, stellen Frans en George zich even om beurten. Kort aan u voor. Nou, ik ben Frans van Heijden. Ik ben fractievoorzitter thans van de dorpslijst Langeboom in de gemeenteraad. Ik woon in Langeboom uiteraard. Want anders kan je bijna niet van de dorpslijst Langeboom zijn. Hoewel we natuurlijk openstaan voor mensen die eventueel aan willen schuiven vanuit de andere kernen. Ik zit 4 jaar in de raad, in 2010 gekozen. En heb het daarin wel naar mijn zin. Akkoord. Al kan het op sommige punten wel beter gaan. Gaan we het zo meteen over hebben. Oké. Jorst. Dankjewel. A toi. Aan de kijkers en luisteraars van de lokale omroep. Ik ben Jorst van Kempen. Ik ben 47 jaar. Ik woon in Sint-Hubert. Ik ben getrouwd met Diana. We hebben samen 3 kinderen. Marle, Jarno en Elise. Wij zijn woonachtig op de Achterdijk en we zijn met hart en ziel inwoner van de gemeente Mil en Sint-Hubert. We zijn betrokken bij diverse verenigingen. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, omdat ik altijd zeg, als je iets wil betekenen voor een dorp, dan moet je er gewoon ook klaar voor staan. Dat was ie. Dat was al bijna een verkooppraatje. Ja. De stelling van Frans gaat hij nu verdedigen. De tegensprekers uiteraard, George, en zo meteen omgekeerd in de laatste 13 minuten. Ja. Frans. Onze stelling, het gaat dus over de wethouders. Wij vinden dat die dus van buitenaf aangesteld moeten worden op basis van competenties. Frans, je moet George aankijken, want dat is degene. Ja, maar jij begint tegen mij te praten. Ja, ja. Dus, ik weet dat het in de politiek gebruikelijk is om via de voorzitter dingen te zeggen, maar nu even niet. Oké, voorzitter. Dan ga ik nu met George, straks George aankijken. Wij vinden dat dat belangrijk is. Waarom? 2002 is de wet dualisme aangenomen. Dualisme houdt de feiten in. Dat je zo duaal mogelijk moet opereren binnen je gemeente wanneer het gaat om de politiek. Dat de wethouders niet in de raad moeten zitten, maar afzonderlijk daarvan moeten zijn. Alleen, dan gaan wij nog verder. Wij vinden eigenlijk dat de wethouder ook van buitenaf moet komen. Waarom kies je voor een burgemeester van buitenaf die zeg maar benoemd wordt op basis van zijn competenties aan de hand van een profielschets die wij met z'n allen gemaakt hebben? Waarom kies je dan ook niet voor wethouders? Je ziet nu bijvoorbeeld op dit moment dat de wethouders vanuit de partijen zeg maar gaan opereren. Dan ook binnen hun eigen partij nog steeds het vingertje omhoog steken van je moet vooral naar mij luisteren. Je ziet ook dat fractievergaderingen van de coalitiepartijen met de wethouder gedaan worden. En ik vind het dat niet juist. Want dan sluiten de rijen zich en dan zou je nooit een goed debat kunnen krijgen in die gemeenteraad. Dat zie je nu ook in de raad, dat gemeenteraadsleden, met name van de coalitiepartijen, bijna niets zelfs zeggen, bijna geen eigen mening hebben en zich gewoon aansluiten. En aan de hand van wat hun wethouder en hun fractievoorzitter, dus de fractie, bepaalt. Ik vind het een heel slechte gang van zaken. Je maakt het debat, maak je daardoor helemaal kapot. En ik vind dat daar verandering in moet komen. Vandaar dat wij zeggen, de wethouder van buitenaf aanstellen. Akkoord. Lijkt me spannend. Nou, het is helemaal niet spannend, want wij zijn er ook heel duidelijk in. En dat weet Frans ook.
het grootste gedeelte van zijn betoog kunnen wij helemaal ondersteunen. Oei. Ja, oei, maar we zijn er ook voor om de luisteraar en de kijker te overtuigen waarom dat wij als vier kernpartijen voor een bepaald iets staan en ook de dorpslijst. Jullie gaan hier een coalitie aan terwijl je eigenlijk tegenspreker zou moeten zijn, begrijp ik. Ja, maar dat is inherent aan een stelling die er neergelegd wordt en aan de samenstelling van de debatteurs die hier op dit moment zitten. Daarbij heb ik wel een aantal vragen natuurlijk aan de dorpslijst. Vragen, George? Absoluut. Los van het feit dat wij het ermee eens zijn dat wethouders los van de coalitie moeten staan van de partijen. Omdat het debat inderdaad daarmee doodgemaakt wordt. Ja. En daardoor de kiezer ook afhaakt, want die zegt van... Wij geven een bepaald signaal en er wordt niet naar ons geluisterd. Daarbij hebben we aan de dorpslijst de vraag, u geeft aan van buitenaf, bedoelt u dan ook letterlijk mensen van buiten de gemeente? Wij als vier kernpartij, zeggen van, we hebben best wel competente mensen binnen onze gelederen, binnen de vier kernpartij, maar die staan dan buiten de raadsfractie. Binnen onze gemeente. Waarom zouden er geen competente mensen in Langenboom, Middelsen, Tubert of Wilberdorf wonen? Hier zit er misschien al eentje. Misschien is het er alleen hier. Ja, dus de vraag van buitenaf, ja. Wat bedoel je daarmee? Nou, van buitenaf in feite niet vanuit de partij zoals het nu gaat. Je hebt nu de lijsttrekker, zeg maar. Je hebt lijsttrekkers van dit moment de coalitiepartijen. En die gaan er nu al vanuit dat ze weer wethouder worden. Ja, dat bleek afgelopen vrijdag wel. Ja, precies. Ja. Nou, ik vind het een heel verkeerd signaal. Ja. Want dat weet je niet van tevoren. Je weet nooit hoe het met de verkiezingen gaat lopen. Maar buiten dat, ik vind dat als je van buitenaf kiest, dan moet je kijken naar competenties. En dan kan het best zo zijn dat ook mensen hier in Mil voldoende competenties hebben om wethouder te kunnen zijn. Absoluut. Dus iedereen kan in feite solliciteren als hij denkt van nou, ik ben de beste wethouder hier voor Mil. Dus, ja. En of het nou vanuit de partij komt, of het daar buiten, weet ik waar vandaan komt, dat maakt in principe niet uit. Want dat gaat, vinden wij elkaar altijd. Ja, daar zijn we met elkaar eens. En, hoe zie je dat dan in een soort procedure? Je gaf al aan, de burgemeester, er wordt een profielschets voor opgesteld, ja. Vervolgens een sollicitatieprocedure, daar hebben we ook evaluatiegesprekken mee. Ja. Wij hebben onlangs bij het vaststellen van de evaluatieverordening voor de burgemeester, hebben we ook voorgesteld om dat voor de wethouders te gaan doen. Hoe denken jullie daarover? Ja, daar zijn we het wel mee eens. Alleen, je moet wel goed kijken, zeg maar, op een gegeven moment, als je zo'n sollicitatieprocedure gaat starten, wat wil je nou? Als je een wethouder kiest voor, voor samenleving en bestuur, dan moet je kijken welke onderwerpen staan er in samenleving en bestuur. En ga daar nou je op focussen en ga daar op een gegeven moment aangeven wat voor competenties je daarvoor nodig hebt. Dat gaat ook voor grondgebiedszaken. Ja. Daar heb je dus iemand nodig, zeg maar, die daar verstand van zaken voor heeft. Ja. Dat klopt, en daar zijn we het ook helemaal mee eens. Want we zien nu dat er een volledige onbalans in het college is. Ja. We hebben een burgemeester, een wethouder, wethouders en zelfs de nieuwe gemeentesecretaris, die alle drie een ruimtelijke ordening achtergrond hebben. Ja. En het sociale beleid wordt daarmee geheel ondergeschoven. Dus we zullen zowel competenties op het sociale beleid moeten hebben als op ruimtelijke ordening. Ja. De heren zijn het eens? Ja, wij zijn het eens. Ja. Oké. Okay. Ik heb wel een paar vragen. Hoewel ik niet ga solliciteren als wethouder, hoor. Nee. De vraag is, Frans, of je de grootste partij wordt of mee gaat doen in de... Maakt in principe niet uit. Als je kiest of je nou een kleine partij bent of een grote partij. Als je zeg maar die lijn uitzet voor een wethouder buiten je, de partijen om. Dan maakt het niet uit of je nou klein of groot bent. Maar je gaat wel, zeg maar, het debat ga je dus verruimen. Je gaat je wel zorgen, zeg maar, dat je binnen je raad... ook dat de mensen binnen de raad ook voldoende de gelegenheid krijgt om een eigen mening te kunnen vertolken. En nu is dat helemaal doodgemaakt. Wie zou die wethouder moeten gaan kiezen? Je zegt er moet een profielschets, analoog aan wat er bij de burgemeester gebeurt, er zou een profielschets moeten komen. Ja. Moet de gemeenteraad erover kunnen kiezen? Nou, dat gebeurt nu ook met de burgemeester in feite. Dat is een redelijk heimzinnig proces. Je kan gewoon kiezen, je gaat een vertrouwenscommissie benoemen. Je stelt een profielschets op, je gaat een vertrouwenscommissie benoemen en vanuit de raad. En vervolgens bepaalt de raad, zeg maar, uiteindelijk wie dan niet meer wethouder wordt. Frans, je hebt nog 1 minuut. Ik heb nog een lijstje met vragen, maar... Ga je gang. Nee, maar je hebt nog 1 minuut om het af te ronden. Om heel kort en puntig neer te zetten waarom een wethouder gekozen moet worden op grond van zijn competenties.
30 seconden. Nou, dat heb ik al aangegeven. Waarom? Omdat het belangrijk is dat de wethouder boven de raad moet staan. De wethouder is een uitvoerder. Hè? De raad beslist, die gaat akkoord met besluiten en de wethouder voert uit. Dan moet hij ook, als hij dat moet uitvoeren, samen met zijn ambtenaren, moet hij ook geëquipeerd zijn, zeg maar, om dat te kunnen doen. En dat is dus de vraag. De vraag is gewoon van, zijn de huidige wethouders zelfs geëquipeerd om het te kunnen doen? Daar heb ik nog wel eens mijn vraagtekens bij. Als ik in de raad een vraag stel aan een wethouder en hij weet er geen antwoord op, of hij moet een batterij ambtenaren achter zich hebben staan om de antwoorden te formuleren, dan denk ik van, jongens, waar zijn we bezig? Zorg nou gewoon dat je ook voldoende know-how hebt om, zeg maar, ook vragen van raadsleden te kunnen pareren. Dat zal thuis gefloten worden, Frans. Gelet op jouw laatste opmerking. Ja. En het feit dat er geen ruimte is om daar verder over te discussiëren, maar het zij zo. Sjors, ja. Jouw 13 minuten gaan nu in. En jouw stelling, lees je hem zelf voor? Ik lees hem zelf voor. Akkoord. Landelijke partijen hebben niets te zoeken in de gemeentepolitiek. In de gemeente Mil en Sint-Hubert is dit inderdaad zo. Want als landelijke partij heb je een opleidingsinstituut, een netwerk. En als je dit vervolgens niet gebruikt, dan heb je er ook niks aan. De gemeenteraad dient volgens de VKP te bestaan uit volksvertegenwoordigers die onafhankelijk van Den Haag samen met de inwoners invulling geven aan het lokale beleid. De VKP is daarom niet gebonden aan een landelijke partij met bijbehorende richtlijnen. Daarbij haalt de VKP haar kennis onder andere bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Brabant Panel en de Vereniging voor Plaatselijke Politieke Groeperingen. Bij de VKP vind je echte idealisten, zowel mannen als vrouwen uit alle vier de kernen, met grote betrokkenheid voor hun leefomgeving. Ze hebben een open oog en luisterend oor voor de bevolking en staan dicht bij de inwoners van Wilbedoort, Sint-Hubert, Langeboom en Mil. Inwoners willen zelf meedenken en beslissen over zaken die hen direct raken. Een lokale partij als de VKP staat open voor en past volledig in dat denkpatroon. Daarvoor geeft de VKP u als inwoner alle ruimte om mee te denken en te praten door het regelmatig houden van bijeenkomsten in alle vier de kernen. Een lokale partij zoals de VKP, voortgekomen uit en geworteld in de plaatselijke samenleving, zal altijd een plaats houden in de gemeenteraad. Ook in een groter verband bij mogelijke opschaling. Hierbij zal het belang van de inwoners, een optimale dienstverlening voor zo min mogelijk kosten, altijd centraal blijven staan. De VKP was, is en blijft voor u, met hart voor de samenleving, stem VKP. Frans. Je moet erom lachen, Frans. Ja, ik begin ook een beetje te lachen. Ik vind het heel erg gezegd, en ik zou het misschien ook wel zeggen als ik op jouw stoel zou zitten, Jors. Maar het heeft niet zoveel met waarom nou, jij durft dus niet voldoende te discrimineren, waarom nou een landelijke partij zoveel verschilt van een lokale partij. Ja, daar heb ik op een aantal punten duidelijk aangegeven. Ja, Oké, Frans. Nou, het is een mooi promotieverhaal wat je nu vertelt voor jouw partij. Alleen net wat hij ook al aangeeft, van ja, heb je nou een landelijke partij nodig om, zeg maar, als raad te kunnen functioneren? Nee, dat geef ik dus duidelijk aan. Ja, van niet. Nee, ja. Van niet, want scholingsmogelijkheden en alles, ja, die heb je als lokale partijen ook. Maar ik vind ook dat je als gemeenteraadslid ook, zeg maar, een zelfverantwoordelijkheid hebt. Een eigen verantwoording om te zorgen dat je dus weet dat je kennis van zaken hebt. Ja, natuurlijk. Dat je genoeg bagage hebt, zeg maar. Absoluut. Om te kunnen functioneren. En dan, ik heb daar geen landelijke partij voor nodig. Misschien ook nog niet eens, zeg maar, een andere, het VNG of zo, noem maar op. Nee, als ik iets wil weten over een bepaalde wet die, zeg maar, aangenomen moet worden en daarbij ook een verordening komt, dan zal ik me erin verdiepen en zorgen dat ik ook die kennis heb om, zeg maar, kritische vragen te kunnen stellen aan de maker van een verordening. Dat doen de lokale partijen, doen dat allemaal, ook de vier kernpartijen. Ja. Wij hebben allemaal competente mensen in de raad zitten, in de commissies, die betrokken zijn, die inderdaad, zoals je zegt, zich erg verdiepen in de materie. Ja, ja. Dat is me ook wel opgevallen. We hebben samen gezien
hoe intensief dat we met het verhaal de tweesprongen in Langeboom bezig geweest zijn. We hebben met alle partijen betrokken. We hebben amendementen uitgewerkt. We hebben onlangs met de sluitingstijden van de horeca. We zijn zelfs te veld gegaan bij de gemeente Gennep, bij de gemeente Bergen. Van hoe werkt dat nou als je sluitingstijden loslaat? En dan is het absoluut aan de personen die invulling geven aan een lokale partij. Hoe dat je die politiek bedrijft. En daar moet je actief in zijn, proactief, zelf onderzoeken. Maar daarnaast heb je wel ondersteuning nodig van een netwerk achter je. En daar hebben wij als lokale partijen, en heeft de dorpslijst ook, hebben we dat ook. En daarom heb je ook geen landelijke partij nodig, zeg maar, om te kunnen functioneren. Absoluut niet. En het werkt ook niet belemmerend of remmend. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee, sterker nog, ik denk zelfs dat je last kan hebben van als je je, zeg maar, moet conformeren aan een landelijke partij. Dat je op een gegeven moment het beleid of richting... Dat is gewoon zo. Daar kunnen wij niet over oordelen. Kijk, als jullie op wijzen, een debat is een discussie waarbij je niet elkaar probeert te overtuigen van je gelijk. Maar waarin je de derde partij, dus de kiezer, probeert te overtuigen. Nou, en we rempel, George en Frans. Na 3-4 minuten is Frans, nou geen 180 graden, maar wel 90, 95 graden, 100 graden gedraaid. Hè, zijn de heren het roerend eens. Er is ook niks mis mee. Ik had verondersteld dat jij redelijk wat tegengas zou geven. Ja, maar ik ben niet gedraaid. Nee, tegengas? Nee, maar als ik met de stelling eens ben, dan ga ik toch mijn visie en mijn mening niet veranderen. Nee, maar dan heb ik een andere vraag, Frans. In de politiek zal het heel vaak voorkomen dat je in kleine kring paleis revoluties ontketent omdat je het onderling niet eens bent met iets. Naar buiten toe spreek je met één gezicht, met één stem. Standpunt van je fractie. Ja, standpunt van je fractie. Ja, dan heb je intern dus gestoeid over dingen, voor zijn tegenstekken afgehoord. Ja. Gebeurt en toch bij moet ons jij dan op enig moment, en George in dito, iets gaan zeggen naar het publiek, naar de kiezer toe, waar je het van binnen eigenlijk niet mee eens bent, maar toch moet verdedigen. Nou zeg je iets waar ik het niet mee eens ben. En ik zal je vertellen waarom. Ik vind namelijk dat je als gemeenteraadslid gekozen bent, zeg maar, door je kiezers, door de bevolking, door de burgers. Als gemeenteraadslid, dat je op een gegeven moment op een lijst staat van een partij, laat dat helder zijn. Dat je op een gegeven moment ook in een fractievergadering moet zorgen dat je gezamenlijk eruit komt. Maar het kan best zijn om principiële redenen, dat je als raadslid zegt van nou, ik heb een eigen mening hierover. En fractie, het is jammer, maar mijn mening is zo en daar hou ik me gewoon aan vast. En daarin rebelleren je, zet je je af tegen dat wat wij als partijen naar buiten dragen? En dat laat je ook in een gemeenteraadsvergadering zo horen, Frans? Als het moet wel. Natuurlijk. Die ruimte moet je toch hebben als raadslid. Ja. En dat heb ik dus straks al aangegeven. Nu heb je vaak met raadsleden te maken die gewoon tijdens een hele raadsvergadering helemaal niets zeggen. Niks. Niente. Zeg jij veel in de raadsvergadering? Ja, ik ben toch wel een fractievoorzitter, dus ik moet wel. Maar ook toen ik geen fractievoorzitter nog was, heb ik toch mijn eigen mening kunnen vertolken. Ik zou niet weten waarom dat niet zou kunnen. Ik wil even me richten even naar de kiezer, want we zijn ondertussen niet meer met een debat mee. En ik ben me er stevig mee aan het bemoeien. En dat is eigenlijk tegen de spelregels. En het slechtste wat een voorzitter in deze kan doen is tijdens het spel de spelregels veranderen. Maar ik hoop dat u het mij niet kwalijk neemt en we toch deze laatste 3-4 minuten af kunnen maken. George, jij wil er wat gaan zeggen? Of ben je het kwijt nou? Ja, dan ben ik dat kwijt. Nee, met een heel verhaal kant. Maar kijk wat Frans zegt. Natuurlijk, die Frans of deze Frans? Nee, die Frans. Je moet je eigen mening kunnen ventileren. Tuurlijk. En daar ben ik het helemaal met Frans eens. Hè. Die discussies hebben wij ook binnen de partij gehad. Als er bepaalde onderwerpen zijn, als er dan één fractielid principieel zegt, daar ben ik het niet mee eens, of andersom, hè. Dan moet dat kunnen. Maar daarnaast hebben we ook nog een stukje integriteit. En dat gaat over kwesties die je als raadslid direct raken. Nou, er zijn diverse voorbeelden van, ook binnen onze fractie, dat fractieleden zich dan gewoon terugtrekken. Fitland heb ik mij eigenlijk nooit bemoeid in de discussie.
wel bedoeld. Francine heeft ook op een aantal punten. En dat heeft ook met je eigen verantwoordelijkheid als raadslid. Ja. En gewoon eerlijk zijn. En dat bedoelt Frans ook mee. Je moet gewoon eerlijk zijn. En Ik begrijp het helemaal, George. Maar op enig moment heb je een standpunt. En in de gemeenteraadsvergadering zul je dat naar buiten moeten brengen. En dan hoeft Francine niet te zeggen. Nee. Dames en heren, prima wat George nu vertelt. Maar ik was het er eigenlijk niet mee eens. Dat betekent toch dat je met één mond moet spreken. Hoe je het ook draait of keert. Ja, maar dan krijg je de situatie dat je kiest voor de kadaverdiscipline, om het zo maar even te noemen. Hè? Dat merk je ook in de landelijke politiek. Nee, maar is dat hier, Frans? Liefst bij het Milse houden. Binnen onze fractie in ieder geval niet. Nee, dat, bij ons ook niet. Wil ik heel stellig op reageren. Ik merk bij de coalitiepartij dat het wel zo is. Dat is gewoon zo. Dat is een kadaverdiscipline. Dat is een stevig woord, hè? Ja, dat is ook een stevig woord. Maar die sluiten zich gewoon aan wat de wethouder in feite voorstelt. We hebben overleg met een wethouder en nemen dan een standpunt in en iedereen moet zich eraan conformeren. Ik heb nooit meegemaakt, zeg maar, dat er één raadslid van de coalitiepartijen de afgelopen 4 jaar zegt van ik heb een eigen mening en ik ben er, of qua stemgedrag ook niet, ze stemmen allemaal hetzelfde. Moet ik het verlossende antwoord geven? Of? Nee, dat kan jij niet. Het verlossende antwoord ligt bij de coalitiepartijen. Ja, kort. Ja. Ik wil even terug naar de stelling, George. Ja. Jij vindt niet dat de couleur lokaal behouden mag blijven, maar ze wel gesteund door de grote broer uit Den Haag. Nee, je zegt, jouw stelling was landelijke partijen hebben niets te zoeken in de gemeentepolitiek. Edwin zal zeggen, die couleur lokaal, dus dat plaatselijke, dat lokale mag behouden blijven. Daar heb jij hele steekhoudende argumenten voor gegeven. Maar wij vinden het toch verschrikkelijk fijn dat wij gesteund worden en in onze... Dat is hartstikke mooi. Dat kan toch alleen maar winst zijn? Dat is alleen maar meer. Dat is ook prima, maar past dat dan ook toe? En dan kom je weer op het punt... Passen ze dat dan niet toe? Nou, dat is onze mening erover. En dat is dadelijk ook aan de mening van de kiezer. Die mag daar een oordeel over geven hoe dat hun fractie, hoe dat de CDA-fractie, niet de wethouder, hoe dat de CDA-fractie afgelopen 4 jaar gewerkt heeft en gefunctioneerd in het politieke debat. En daar heeft Frans al een aantal uitspraken over gedaan. Je kijkt er ook heel streng bij. Jij vindt We zijn er gewoon duidelijk in. En misschien kijk ik dan streng. maar dat zei je zo. Oké, ik mag. Ja. Je zet je woorden met je lichaamstaal wat krak bij, begrijp ik. Nou, dat mag toch ook. Politiek is ook een stukje emotie. En dat hoort er gewoon bij. Hè. Je hoeft niet vlak en strak te kijken. Helemaal niet. Nee. Ik krijg een aanwijzing van de regie dat wij nog 1 minuut hebben om jouw verhaal af te ronden. En dan zijn we helaas weer aan het einde. Is dat ook meteen totaal een afsluitende afronding? Want daar wil ik toch nog wel graag iets over zeggen. Ja. Je hebt nog 1 minuut, George. Dankjewel. Beste kijkers en luisteraars van de lokale Omroep Mel. Gelukkig horen wij in de aanloop naar de verkiezingen veel positieve geluiden over onze inspanningen als VKP de afgelopen 4 jaren. Dat doet ons deugd, maar we horen ook mensen die ontevreden zijn over de huidige coalitie en daarbij aangeven dat ze daarom deze keer niet gaan stemmen. Ze hebben het gevoel dat er toch niets mee gebeurt. Juist die mensen wil ik zeggen, het maakt wel degelijk iets uit. Juist door niet te stemmen blijven de mensen waarover je ontevreden zijn, op het plusje zitten. Ga dus wel stemmen, want er is wel degelijk keuze. Wij als VKP staan voor een sociaal en eerlijk beleid en hebben vertegenwoordigers uit alle kernen. Geen enkele partij heeft dat. Uw stem is wel degelijk iets waard. Volg daarom op 19 maart uw hart en stem VKP. Wat heb jij dat perfect afgepast. In tijd althans. Dat is prima. Voor een tijdje terug, dames en heren, kiezers thuis, waren er 17% zwevende kiezers, dus 3 zetels die niet verdeeld waren. Misschien hebben wij als LOM een klein parachute aan kunnen reiken om u een zachte landing te mogen geven. En ik hoop dat u scherp hebt waar u op gaat stemmen aankomende woensdag. Ga vooral stemmen, helemaal waar. U hebt nu beslissende invloed op wie er op het plus komt te zitten de komende 4 jaren. Ik hoop dat u de verleiding kunt weerstaan, daar zou ik ernstig in willen zijn, om op Poppetje te stemmen. Probeer te gaan voor kwaliteit en voor inhoud. En ook al is uw nicht op plaats 18 hartstikke prima en uw buurman op
plaats 28 en beste kerel, daar kunt u een pilsje mee gaan drinken. Maar stem op kwaliteit en stem op inhoud. De journalistiek, ik heb maar 5 seconden dus, ik had een heel praatje, maar ik moet het afronden. Wij zien u graag. Bedankt Sjors, bedankt Frans, bedankt. Ook bedankt. Bedankt de dames achter de schermen, waar zijn ze? Wij zien u hopelijk aankomende woensdag van 8 tot 12 uur terug op de Lom. En een fijne zondag verder.